Hallo, welkom terug bij Labia TV. Ik ben zo boos. Ik moet dit met jullie delen. Afgelopen dagen, nou misschien zal ik het even vertellen, er zijn ook, even de hond op de stoel zetten. Er zijn ook buitenlandse Facebookgroepen met lotgenoten van lichensclerosis. Op een van die groepen uit Engeland is een lid overleden, een jong vrouw nog. En dat wordt medegedeeld in de groep. Er wordt een heel verhaal verteld over haar en dat ze is overleden. En wat er wordt gezegd, en ik zal even citeren, wat er wordt gezegd is, ik noem even haar naam niet. She had lichensclerosis for 21 years and was told about the cancer risk, but wasn't using steroid throughout the 21 years. Zij is overleden en dan wordt er gezegd, ze heeft al lichensclerosis voor 21 jaar en heeft in die 21 jaar geen hormoon zelf gesmeerd. Serieus? Deze vrouw is overleden. En dan zeggen jullie, ze heeft 21 jaar geen hormoon zelf gesmeerd. Dus, dat komt een beetje over als eigen schuld dikke bult. Hoe durven ze? Echt, ik was echt zo boos toen ik het las. Ik heb geprobeerd om erop te reageren. Ik ben geblokt, verwijderd, moeilijk. Nou, het was ook misschien niet heel handig van mij om onder die post dat te doen. Maar ik was echt flabbergasted. De hormoonzalfmafia zit er dan bovenop en komt met een vinger wijzen en komt je bang maken. Alsof lichensclerosis al niet iets is om al bang genoeg voor te zijn, komen zij nog met een vinger en zeggen, als je dat niet gebruikt, dan krijg je kanker. En dan ga je dus dood. Dit staat nu zwart op wit. Het is mij ooit eens persoonlijk verteld door iemand. Die zei, waarom gebruik jij geen hormoonzalf? En weet je wel dat als jij geen hormoonzalf gebruikt en je kanker krijgt, dat wij dan kunnen zeggen, eigen schuld, dikke bult. Ik ben opgestaan en weggegaan. Er zijn mensen die dat dus denken. Of je wel of niet hormoonzalf gebruikt, is tussen jou en je behandelend arts. Dat gaat verder niemand wat aan. Dat gaat niemand wat aan. Dat gaat niet een Facebookgroep aan. Dat gaat niet een internetgoeroe. Dat gaat geen stichting. Dat gaat niemand wat aan, behalve jij en je behandelend arts. Mocht je vulvakanker krijgen, dan is dat niet zo omdat jij geen hormoonzalf hebt gesmeerd. Er zijn vrouwen die hormoonzalf smeren en ook vulvakanker krijgen. Dus het niet smeren van hormoonzalf wil niet zeggen dat je vulvakanker krijgt. Dat is een vorm van bangmakerij die voorbij gaat aan al het afschuwelijke. Ik word er echt heel boos van, dus ik moet even weer zen worden. Ook word ik er verdrietig van, omdat er zijn dus vrouwen met lichensclerosis die al bang zijn. Die bijna op het obsessieve af zichzelf controleren, omdat ze bang zijn dat ze dus kanker krijgen. Ik weet dat in onze Facebookgroep er vrouwen zitten die meer dan 1 of 2 keer vulvakanker hebben gehad. Die hun kop hoog moeten houden. En die we steunen en die we moed in praten. En waar we luisteren naar hun verhalen. En dat er dan iemand komt en zegt, ja maar, als jij niet smeert, dan krijg je dat. Eigen schuld, dikke bult. Dat gaat mijn verstand te boven, mijn gevoel ook te boven. Dat is niet hoe wij in de groep staan en dat is niet wat ik jullie wil meegeven. Wat ik jullie wil meegeven is dat het is fucking lastig om lichensclerosis te hebben. En ja, we moeten alert zijn op vulvakanker.
Dus ik wil jullie wat meegeven aan de symptomen van vulvakanker. Dat kan zijn dat je wat meer jeuk hebt dan anders. Dan dat je in je opvlamming hebt. Het kan zijn dat het een wondje is die niet dicht gaat. Het kan een wat schrijnend gevoel geven. Het kan een bultje zijn in je lies of op je schaamlip. Het kan wat bloed zijn. Kortom, allerlei dingen die niet horen bij je vulva of bij je liegen, moet je laten controleren. En weet je, wij laten onszelf al 1 à 2 keer per jaar controleren. Dus mocht er iets mis zijn, dan zitten we A, er bovenop. En B, hebben we al 2 keer per jaar minimaal, of 1 keer per jaar, een controle. Dus ik wil een beetje van jullie angst wegnemen. Het is dus niet gezegd, er is geen bewijs dat als je geen hormoonzalf smeert, dat je dan kanker krijgt. Mocht je hierover angsten hebben of twijfelen, overleg dat met je behandelende arts. Die kent jouw lijf, die kent jouw vulva, die weet jouw voorgeschiedenis, die weet hoe je reageert op hormoonzalf. Dus het is altijd een 1-op-1 gesprek met je behandelende arts. Laat je niet bang maken. Heb je nog vragen, stel ze mij en we gooien het in de groep. Op onze Facebookgroep zijn we een hele hechte groep waar we luisteren naar elkaars verhalen en steun vinden. Mocht je daarbij willen aansluiten, stuur mij een pb'tje. Hieronder staat ook een linkje naar de Facebookgroep. Vul wel alle vragen in, heel belangrijk, anders kan ik je niet toelaten. Met het privacybeleid. Nogmaals. Laat je niet bang maken. Wij zijn er voor elkaar. En als je twijfelt, overleg met je behandelend arts. Tot de volgende keer bij Labia TV.